namens Erfgoed Brabant heet ik jullie allen van harte welkom bij onze jaarlijks terugkerende erfgoedcolleges. Dit najaar organiseren we weer 4 erfgoedcolleges waarin we gaan kijken naar processen van insluiting en uitsluiting. We gaan het hebben over uiteenlopende thema's zoals de positie van arbeidsmigranten, de rol van overheidsinstellingen in armoede, verlichting, over de sporen van het koloniaal verleden en het erfgoed van de provincie en over de vrouwelijke stem in de geschiedschrijving van Brabant. Deze thema's belichten we telkens vanuit de geschiedenis en vanuit de actualiteit. Met dit jaar toch wel een bijzondere reeks. Jullie zitten allemaal thuis of op kantoor of waar je dan ook zit. Vanwege de coronamaatregelen gaat het online. Jullie hebben allemaal instructies gekregen vooraf over het stellen van vragen via de chat. Daar is na afloop van de presentaties alle ruimte voor. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens de sessie aan bod te laten komen. Tot slot, alles wordt vandaag opgenomen. In het voorjaar worden alle erfgoedcolleges online geplaatst. Leuk dat jullie er zijn. Voor ons is het ook een eerste keer. Een beetje spannend, maar toch wel leuk dat we op deze manier samen kunnen zijn. Vandaag gaan we het hebben over arbeidsmigranten in Brabant. In hoeverre zijn arbeidsmigranten in Brabant een nieuw fenomeen? Wat betekent het voor arbeidsmigranten om in een nieuwe gemeenschap terecht te komen? En hoe is dat voor de ontvangende gemeenschap? Vandaag zijn we hier met emeritus hoogleraar Jan Lucassen. Meneer Jan Lucassen werkt aan de Vrije Universiteit en is als onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Hij is een specialist op het gebied van de geschiedenis van arbeid en arbeidsmigratie. En in juli verschijnt een wereldgeschiedenis van zijn werk. Meneer Lucassen gaat vandaag vertellen over de eeuwenlange immigratie en emigratie in Noord-Brabant. Met daarbij de nadruk op Eindhoven. Ja. Welkom. We zijn hier vandaag ook met dokter Marleen van Haar. Zij is adviseur-onderzoeker bij het PON, doet voor gemeenten en provincie onderzoek naar het hedendaagse arbeidsmigrantenvraagstuk in Brabant. En Marleen, jij gaat het vandaag voornamelijk hebben over de positie van Poolse arbeidsmigranten in Brabant. Welkom. Dank. Ik geef het woord aan meneer Lucassen. Ga liggen. Dankjewel. Insluiting en uitsluiting. Daar hebben we allemaal mee te maken. En ik denk dat het interessant is, althans dat zal ik proberen te bewijzen, dat we ons realiseren dat dat niet een modern vraagstuk is. Niet een vraagstuk waar we nu ineens voor geplaatst zijn en zodat we helemaal reddeloos zijn, we hebben geen antwoorden, wat moeten we ermee? Nee, we hebben daar al heel lang mee te maken. Eeuwen. En voor zover ik het vandaag zal behandelen, voor Brabant en voor Eindhoven in ieder geval al sinds ongeveer 1850. En het is de moeite waard om te kijken hoe hier in Brabant met migranten is omgegaan, hoe migranten zelf hun best hebben gedaan. En daarvan, denk ik, kunnen we veel leren over de situatie van nu en wat we nu met z'n allen op dit gebied kunnen betekenen. Ik heb mijn verhaal ingedeeld in 4, zoals jullie kunnen zien. Eerst wil ik het hebben over waarom het begint in 1850, omdat toen Brabant van een immigratiegebied werd. Dan wil ik een aantal belangrijke immigrantengroepen in Eindhoven behandelen, van ongeveer 1850, 1900 tot nu. Waarom heb ik Eindhoven gekozen? Eerlijk gezegd heeft de organisatie mij gevraagd van wil je een Brabantse migratiegeschiedenis voordragen in ongeveer een half uur. Dat is sowieso natuurlijk een huzarenstukje. Maar het is ook, er is ook veel te weinig onderzoek op dat gebied gedaan. Ik heb voor Eindhoven gekozen omdat dat dé migrantenstad bij uitstek is binnen Brabant. Maar er zijn natuurlijk heel veel parallellen met Tilburg, met Breda, met Helmond. In zekere zin ook met andere plaatsen. Maar ik denk dat Eindhoven, omdat er erg veel migranten zijn geweest in het verleden en omdat er heel veel studies aan gewijd zijn, dat dat een ideaal voorbeeld is voor vandaag. En dan natuurlijk waar het allemaal om gaat, want migratie, je zou kunnen zeggen, ja, dat is allemaal een kwestie van cijfertjes in en uit.
Maar wat gebeurt er als de migranten er eenmaal zijn? Hoe lang blijven ze? En vooral in welke mate integreren ze? Ze integreren altijd. Dus je kunt ook helemaal niet zeggen van integratie is mislukt, dat is onzin. Ze integreren altijd, maar in welke mate? Dat is de vraag. En wat verwacht de samenleving daarvan? Wat verwachten de migranten daarvan? Dus op die manier heb ik de zaak voor vandaag opgezet. Rond 1850, 1860, 1870 verandert er inderdaad iets in die migratiegeschiedenis van Brabant. Vanuit Brabant, traditioneel, trokken de mensen weg. Er kwamen geen mensen, zeker vanaf de tijd dat Brabant als generaliteitsland bij de zeven provinciën hoorde. En twee belangrijke episodes wil ik even naar voren halen, er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar de trekarbeid naar Holland tussen 1600 en 1850, en dat was vooral vanuit Zuidoost-Brabant, en dan met name naar de omgeving van Haarlem, waar zowel mannen, maar vooral vrouwen in de blekerijen werkten. Dat ging over duizenden mensen per jaar, en dus Brabant was wat dat betreft het toenmalige Marokko of Turkije, zal ik maar zeggen. In de midden van de 19e eeuw, de derde kwart van de 19e eeuw, komt er nog een ander soort migratie aan te pas. En daarover is natuurlijk veel meer bekend. Dat is de beroemde emigratie naar Amerika tussen ongeveer 1840 en 1890. Alleen, let wel, ging dat om veel kleinere aantallen. Er is nog veel meer over te zeggen, emigratie naar Duitsland, et cetera. Maar laten we nu even vasthouden. Rond 1850 verandert er iets fundamenteels. Brabant wordt van emigratie een immigratiegebied. Nu dus naar de immigratie. Die ommekeer rond 1850 heeft alles te maken met de industrialisatie, de overgang van huisnijverheid naar fabrieksnijverheid. Brabant was al sinds de 17e eeuw geïndustrialiseerd. Alleen, en zoals je hier ziet, een van de bekende schilderijen van Van Gogh natuurlijk, van een huiswever, dat was allemaal, gebeurde allemaal op de boerderijen zelf. Dus je had kooplieden, die brachten garen en die haalden stoffen binnen, maar er waren geen fabrieken. Er was industrie, maar er waren geen fabrieken. Rond 1850, in verband met de opkomst van de stoom, krijg je centrale aandrijving en dan geeft het zin om al die activiteit in fabrieken te gaan concentreren. En dan komen natuurlijk de grote industriesteden op. En in Brabant heb ik ze al genoemd. In Eindhoven, Eindhoven hoort er ook bij. Eindhoven was echt een textielindustriestad rond 1850. Maar er was meer. Kwam ook een belangrijke sigarenindustrie op. Hier zie je onder andere, er waren een heleboel hoor, maar de fabriek van Van Abbe. Van Abbe kennen we allemaal natuurlijk van het museum. Maar dat is dus een van die industriëlen die op die manier bekend is geworden. Maar het was een sigarenfabriek. Mignot en de Blok. En dan daar rechts zie je een foto van het 25-jarig bestaan van Philips. Het hele personeel nog allemaal net op een foto gepropt in 1916. Dus in het midden van de Eerste Wereldoorlog. De volgende vijf groepen wil ik heel kort even aan u voorstellen voordat ik inga op allerlei vormen van integratie en aspecten van immigratie. Eerst ondernemers en de technici, al vanaf ongeveer 1850. Dan een soort intermezzo van de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dan de Drentse immigratie in het interbellum. Dan de gastarbeiders in de jaren 60-70. En vervolgens natuurlijk de gezinshereniging daarna. En dan tot slot de kennismigranten van 1985 en nu. En vrees niet, er zijn nog een heleboel migranten. Die kun je niet als kennismigranten nu aanduiden. Maar daarover komt dadelijk de tweede lezing. Dus dat hebt u dan nog te goed. Die ondernemers en die technici vanaf ongeveer 1850, daar was Philips beslist niet de enige. Dat is natuurlijk de bekendste naam die we kennen. Maar er waren al eerder stoomfabrieken in Eindhoven. Er waren ook al veel eerder Duitse specialisten op die fabrieken.
En Gerard Philips, die je hier in het midden ziet, die in 1891 de Philipsfabriek begon. Daarvan altijd wordt altijd gezegd van, hij kwam naar Eindhoven, want daar was de arbeid zo goedkoop. Nou, op een heleboel plaatsen was de arbeid goedkoop. Maar Eindhoven was toen al echt een immigrantenstad. En, wat vooral belangrijk was, het gros van de ondernemers daar waren niet Eindhovenaren en niet Brabanders. Dat was allemaal al import. Dat was dus echt een, Eindhoven was dus zeg maar niet het goedkope, ingedutte stadje waar altijd over wordt gesproken. Dat Philips verheft dat in de vaart der volken. Nee, het was al echt een interessant gebied en daarom heeft hij zich daar gevestigd. Als we dan denken aan technici, dus ook in die andere fabrieken, zeg ik, waren er technici, maar Philips had die natuurlijk bij uitstek nodig. Hier rechts zie je de glasblazerij. In 1916, ook in verband met de Eerste Wereldoorlog, heeft Philips besloten zelf glas te gaan blazen. Dus niet meer glasballonnen elders te kopen en te importeren, maar zelf glas te gaan blazen. En dan heb je natuurlijk glasblazers nodig. Die waren er niet in Eindhoven. Dus dat leidt al tot een interessante immigratie van glasblazers. Uit het verste weg kwamen ze uit Oostenrijk, uit Bohemen. Dus je hebt natuurlijk het Boheemse kristal, dat kent iedereen wel. Uit Duitsland, uit Wallonië. Ook uit Leerdam, die glasfabriek is ook wel bekend. En uit Nieuwbuinen. Daar zal niemand nu meer aan denken. In Drenthe als centrum van glasindustrie. Maar dat was vanaf 1830, 40, 50 al een belangrijke. Daar waren belangrijke glasblazerijen. Allemaal opgezet door Duitsers en met Duitse arbeiders. Dus die glasblazers die hier kwamen, waren allemaal, ik zou zeggen, eerste, tweede, derde generatie migranten. Maar die dan weer verhuisden van Nieuwbuinen naar Eindhoven. Dan, wat ik zei, het intermezzo van de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. In het begin, in augustus 14, zijn er dat heel veel. 6.350 komen ineens binnen een maand Eindhoven binnen. In Nederland zelf was er zelfs 1 miljoen. Maar goed, als de Duitsers eenmaal Antwerpen hebben veroverd en zeg maar het front een beetje stil valt, dan gaan de meeste Belgen weer terug. Maar dan blijven er toch honderden, zoals je hier ziet in die barakken, met er op de achtergrond, in Woensel met op de achtergrond de Philipsfabrieken. En de specialisten onder deze mensen werden ook weer door Philips gerecruiteerd. Tot groot verdriet van andere werkgevers die erover klaagden dat de Philips veel te hoge lonen betaalde en alle beste arbeiders er altijd maar weer uitpikte. De opvang in Eindhoven was, in tegenstelling tot wat we straks zullen gaan zien, heel hartelijk, want dit waren allemaal katholieken en deze katholieken moesten ook vooral katholiek blijven. Dus dat was verder geen probleem. Op het einde van de oorlog zijn de meesten vertrokken, een aantal zijn uiteraard gebleven omdat ze specialisten waren. Philips probeert zoveel mogelijk plaatselijke arbeiders te werven, maar het gaat met die fabrieken zo goed na de Eerste Wereldoorlog dat het plaatselijke aanbod van arbeiders veel te klein is. En dan gaan ze dus elders werven. Dat heb ik het dus niet over specialisten, want die wierven ze altijd overal, al vandaan en ook uit heel Europa. Maar het gaat hier dus over gewone productiearbeiders. En rond 1920 stokte de vervening in Drenthe om allerlei redenen. En toen kwamen er dus heel veel werkloze veenarbeiders. En Drenthe probeerde die te lozen en andere gebieden probeerden die op te vangen. De meeste gingen naar Twente en naar de Mijnstreek. Maar er zijn er ook 250 à 300 gezinnen zijn naar Eindhoven gehaald. En daarbij is wel interessant dat Philips selecteerde. Ze hadden zelfs een heel psychologisch bureau om mensen te selecteren. Maar behalve op zeg maar psychologische kwaliteiten en werden mensen geselecteerd op de grootte van hun huisgezinnen. Dus gezinnen met 9 kinderen en dergelijke, die kwamen vooral in aanmerking omdat Philips zoveel arbeiders nodig had. Als je dan 1 gezin had, konden vooral ook al die meisjes, want ongeveer de helft van de arbeiders van Philips waren vrouwen. Ongetrouwde vrouwen, maar wel vrouwen. Dus dan konden die ook allemaal daar te werk worden gesteld. Daar was natuurlijk geen, daar waren geen woningen voor zeg maar zo'n snelle uitbreiding. En Philips is toen zelf woningen gaan zetten.
De fabrikant Elias die was er al voor gegaan, maar Philips is de grote woningbouwer van arbeiderswoningen in Eindhoven geweest. En vandaar dat je in Eindhoven nog steeds een Drents dorp hebt. En hier heb je de Plaggenstraat in het Drentse dorp. Dat suggereert een beetje dat zeg maar, er alleen maar Drenthe woonden. Maar dat is toch ook weer niet zo. Iemand heeft berekend dat per straat 25-30% hoogstens van de straat waren Drenthe. Dat is een hoog aantal natuurlijk. Philips zorgde dus goed voor die mensen in die zin dat ze dus inderdaad zorgden voor woningen. Ook al omdat ze zich realiseerden dat ze dat niet zouden doen, dat de mensen weer zouden verdwijnen. En dan hadden ze weer een probleem, hadden ze duur gerecruiteerd en dan waren ze weer kwijt. Maar het betekende ook dat die Philips arbeiders en vooral die Drenthe heel geïsoleerd bleven. Ik zou zeggen, er waren Philips maatschappelijke werkers, zorgden voor hun, zorgden voor de woning, zorgden voor de arbeid, etc. Maar vooral, ze waren heel sterk geïsoleerd omdat ze voor het grootste gedeelte niet katholiek waren. En daar wilde het traditionele Eindhoven natuurlijk niks mee te maken hebben. Dus Philips zorgde voor ze. En ze zijn ook heel lang geïsoleerd geweest, ook al omdat ze werken als oude veenarbeiders, zal ik maar zeggen, veel belangrijker vonden dan onderwijs. Dus ze hadden zeg maar ook een hele lage opleiding, ook hun kinderen stuurden ze meteen weer naar de fabriek. En er was ook een vrij grote concurrentieverhouding met de Nederlandse arbeiders, want die Drenthe die werkte veel harder. Die waren vooral gewend op stukwerk als groep. En die Eindhovenaren die wilden hun maar leren om te lijn trekken. Daar hadden ze helemaal geen zin in, daar verdienden ze niet genoeg. Dus dat heeft tot allerlei spanningen bijgedragen. En je ziet dan ook dat die isolatie komt onder andere ook tot uiting. Dat ze op een gegeven moment ook voor een grote getale, ze waren eigenlijk nauwelijks zeg maar, godsdienstig geïnteresseerd toen ze kwamen. Maar dat ze naar een baptistenkerk gaan. Dus ook wat we natuurlijk nu bij migranten dikwijls zien, hè, dat op een gegeven moment van als je geïsoleerd bent, dan zoek je zeg maar een nieuwe zingeving en een nieuw centrum. En die baptistenkerk van die Drenthe die speelde daarop in. Dan misschien niet zo spectaculair voor ons als we het over migratie hebben, maar Eindhoven kende ook geweldig veel pendelaars. Van de 22.500 arbeiders van Philips rond 1930 was een kwart pendelaars. En H.J. Brussen in een ontzettend leuke brochure in Philips Wonderland, en daar komt dit prachtige vignet vandaan, over hoe zeg maar de treinen zich legen op het Eindhovense station 's morgens vroeg om 6:00. Hè, die beschrijft dat, hoe ze met treinen en met bussen en met stoomtrams en met fietsen iedere ochtend weer uit België, voor een groot gedeelte uit België kwamen en uit Brabant en dan 's avonds weer verdwijnen. Dus het was een kwart van het totale personeel. In de crisisjaren, in de jaren 30, zijn die grotendeels weer verdwenen. Na de Tweede Wereldoorlog is er voorlopig genoeg aanbod van Nederlandse arbeiders, maar dat wordt steeds minder. Onder andere omdat Philips zelf fabrieken gaat stichten in België. En dan komen de Belgen dus niet meer naar Philips, want Philips is naar België gekomen. Dus dat is een groot probleem. Maar let ook wel, dan krijg je zeg maar de vrije zaterdag, krijg je in het begin van de jaren 60. De werkweek wordt verkort. De meeste kinderen gaan langer naar school of gaan naar de middelbare school, wat ze van tevoren niet deden. Kortom, er is een groot gebrek aan arbeiders. En dan besluiten heel veel fabrieken om zogenaamde gastarbeiders te werven. Met het idee dat die allemaal tijdelijk komen. En Philips begint dan een groepswerving in Spanje. Philips heeft als groep alleen maar in Spanje geworven. Dat betekent dat er in 1980 ongeveer 1200 Spanjaarden in Eindhoven waren. Maar omdat allerlei andere fabrieken ook in Marokko en Turkije wierven, waren die groepen nog groter in Turkije. Om een idee te geven, 1980 waren er 3400 Turken in Eindhoven, die vooral ook bij Piekes werkten en bij de Bata-fabrieken in Best. 1200 Marokkanen en 1200 Spanje.
Omdat het idee was dat die mensen tijdelijk zouden blijven, werden ze ook weer, en dat is natuurlijk helemaal parallel aan wat ik toen net over die Drenthe vertelde, zeker ook door Philips als groep ondergebracht. Dus je had woonorde, El Pinar en El Prado voor Philips, ons thuis, een kloosterpension. En ook de Turken werden vooral samen ondergebracht. Marokkanen, heel interessant, die vonden eigenlijk, werkten allemaal bij kleine bedrijven, waren allemaal apart gekomen en hadden ook allemaal woonruimte overal door de stad. Dus in zekere zin integreerden de Marokkanen aanvankelijk veel beter dan de Turken, die helemaal op zichzelf bleven. De Spanjaarden bleven helemaal op zichzelf, ook al omdat Philips geen nadruk legde, want ze waren toch tijdelijk op taalles. Nee, Philips zorgde voor tolken. Hè? Dus heel veel personeel van Philips moest Spaans leren om met deze mensen te communiceren. Dat kun je nu nauwelijks meer voorstellen. Een soort omgekeerde wereld, maar had natuurlijk wel tot gevolg dat die Spanjaarden heel erg op zichzelf bleven. Uiteindelijk is dat toch tot gezinshereniging gekomen. Onder andere, dat is een belangrijk feit in de Nederlandse migratiegeschiedenis, omdat met name de christelijke partijen, de KVP toen, vanuit het idee van het gezin is de hoeksteen van de samenleving, vonden dat je het zondig was om al die mannen zonder hun gezin hier te laten wonen. Dus de christelijke partijen hebben toen gezegd van, nee, ze moeten niet een eenjarig contract krijgen en zonder gezin. Nee, er moeten meerjarig contracten komen en ze moeten met hun gezin kunnen laten overbrengen. En dat heeft later nog heel bijzondere gevolgen, zoals ik dadelijk even zal laten zien. Tot slot, een laatste groep die nu erg belangrijk is. Het is niet de enige belangrijke groep, zoals ik al heb gezegd, dus als jullie straks zullen horen in de tweede lezing. Maar dat zijn de kennismigranten. Dat is natuurlijk een hele lange Philips-traditie, dat zal uit het voorgaande wel duidelijk zijn. Maar je moet dan vervolgens ook denken aan, natuurlijk niet toevallig, dat de Technische Universiteit in Eindhoven terechtgekomen is, waar nu iets van 2000 van de 12.000 studenten buitenlanders zijn, maar vooral ASML. Net over de grens, het is net in 1984 in Eindhoven begonnen, maar toen om allerlei redenen die Thijs van der Boom in zijn prachtige boek Slim Zand uiteenzet, is het net over de grens in Veldhoven komen liggen. In zijn boek, 2 jaar geleden, zegt hij dat er iets van 12.000 mensen werken en er zijn 6.000 buitenlanders van, dus de helft van het personeel. En de hele bedrijfscultuur is ook in feite in het Engels en is het niet in het Nederlands. Daarvan zou je denken dat dat dus betekent dat een groep is die super tijdelijk is en totaal niet integreert. En toch laat hij in zijn boek zien dat dat helemaal niet waar is. Hè? Dat mensen, als wij het zeggen over expats, dat doet dit hele verschijnsel geen recht. Heel veel van deze mensen blijven veel langer, veel langer blijven. Als ze goed zijn, wil ASML ze natuurlijk ook veel langer houden. Maar ze doen ook geweldig hun best, heel veel van deze mensen, om te integreren in de huidige maatschappij. Tot zover een heel kort overzicht over de groepen. En nu dan over de integratie als een langdurig proces over meerdere generaties. Want dat moet ik vanaf het begin benadrukken. Er wordt altijd gezegd, ja, mensen zijn niet geïntegreerd, ze willen niet integreren, et cetera. Als de migratiegeschiedenis één ding leert is, dan is het dat integratie een proces is over 2, 3, 4 generaties. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Ook Nederlanders die, wordt wel eens gezegd, ja, maar Nederlanders in Australië en Canada, hè, die doen dat gewoon, ik zou zeggen, van de een op de andere dag. Ook die doen dat niet van de een op de andere dag. Er zijn natuurlijk wel grote variaties in. Hoe lang duurt dat? Hoe goed gaat dat? Met hoeveel problemen gaat dat gepaard? En daarbij zijn er natuurlijk twee, schematisch gezien zeg maar, twee belangrijke partijen. De rol van de ontvangende samenleving en de rol van de migranten, of noem het van de zendende samenleving. Bij die ontvangende samenleving is de openheid van de arbeidsmarkt, of de mate van openheid van de arbeidsmarkt, die is cruciaal. En die wordt niet alleen, of misschien niet eens in de eerste instantie,
bepaald door de landelijke overheid, maar door de plaatselijke overheid en vooral door het maatschappelijk middenveld. Dan zijn er nog, je kunt beleid maken tot je ons weegt. Bij ieder beleid horen heel veel ongewilde en niet geplande effecten. En daarom moet ik heel kort op de jaren 80 ingaan. En tot slot is er ook nog zoiets als de publieke opinie. En die is misschien, zeg ik, een beetje aarzelend als historicus, nu vanwege de ongelooflijke mogelijkheden, het ongelooflijk bereik van sociale media, nu nog wel belangrijker dan dat die in het verleden van de dorpspomp ooit geweest is. Goed, dus iets over die openheid van die arbeidsmarkt die dus afhangt van overheid en het maatschappelijk middenveld. Waarom deze katholieke prelaat en deze pauselijke zouaaf? Dat is om, als we het over Brabant hebben en over Eindhoven, om te benadrukken dat vanaf 1850 een heel bijzonder historisch proces heeft plaatsgevonden van iets van 100 jaar. Dat begint met de zogenaamde katholieke herleving, als in Nederland weer bisdommen mogen komen. En vervolgens in 1870, als de kerkelijke staat ten onder gaat en deze pauselijke zouaaf die jullie hier zien te vergeefs gevochten heeft, dan krijg je een grote herleving van het katholicisme. En dat betekent in het Eindhovense een hele grote tegenstelling tussen, ik zal maar zeggen, het plaatselijk bestuur en de kerk vooral aan de ene kant en de fabrikanten met al hun immigranten aan de andere kant. Dat betekent dus eigenlijk een samenleving die, voor zover het om niet-katholieken ging, en het ging meestal om niet-katholieken, erg vijandig stond tegenover immigratie. En dat werd een strijd van hart tegen hart. Links zie je het Augustinianum, het bolwerk van katholiek middelbaar onderwijs in Eindhoven. Rechts zie je de nutschool, want de fabrikanten stichten al in 1865 een afdeling van het nut van het algemeen, dus allemaal voor neutraal onderwijs. En links zie je ook nog een katholieke manifestatie, dit is van, ik geloof, katholieke arbeidersmeisjes of zoiets. En rechts zie je één van de vele symbolen van de maatschappelijke organisatie van de neutralen in Eindhoven, Philips. De Philips Sport PSV, Philips Sportvereniging. Maar zo was er van alles. Hè? En dat gaat echt hart tegen hart. En om daar een voorbeeld van te geven, hier het enige citaat wat ik vandaag zou gebruiken, dat dateert uit 1936, verschijnt in Brabantia Nostra, en dat gaat vandaag toch over Brabants erfgoed, dus ik moet dat voorlezen. Dit ingrijpen, dus van de fabrikanten, is on-Brabants. Het is veeleer anti-Brabants en het doodt door zijn opgelegde neutraliteit, zijn grote afhankelijkheid van werkgever en fabrieksgeest, alle gemeenschapsgevoel, wat in Brabant gelukkig nog veel leeft. Doch hier in Eindhoven is dat reeds dood. Ondanks het goede inzicht van de Eindhovense gemeentebestuur, ondanks de leiding van de geestelijkheid en een gelukkig groeiend aantal leken, moet worden vastgesteld dat in Eindhoven Brabant sterft. Onze lieve vrouw van Brabant, bid voor ons. Nou, dat is fikse taal. En dat was niet alleen fikse taal. Er is ook een groot schandaal bekend dat Drenthe op een gegeven moment iemand wilde begraven in Eindhoven en dan met stenen bekogeld worden door de katholieken, dat zij als heidenen verdienden niet beter. Dus dat ging inderdaad hart tegen hart, en ik heb straks al even aangegeven hoe de Drenten daarop reageerden, dus helemaal zich in hun eigen kon zich terug te trekken. Dan, wat ook het maatschappelijk middenveld wil en wat ook zeg maar de politiek wil, dikwijls zijn er ongewilde en niet geplande effecten van beleid. En dat zie je vooral heel sterk in de jaren 80. Met de oliecrisis van 1973 wordt de immigratie gestopt. Worden de gastarbeiders zoveel mogelijk gestimuleerd om te vertrekken. En maar er wordt wel gezegd, als je vertrekt dan krijg je een premie, maar dan mag je niet meer terugkomen. Nou, dan heb je twee soorten gastarbeiders. A.
die bij de Europese Unie horen. Zoals de Italianen, later de Spanjaarden, de Grieken, et cetera. Die horen bij de Europese Unie. Dan maakt er niks vooruit. Je kunt teruggaan, je kunt weer weggaan, et cetera. En de Turken en de Marokkanen met name. Dan maakt dat alles vooruit. Het is een kwestie van gaan, nooit meer terugkomen. Of, dankzij wat ik straks eventjes noemde, de christelijke maatregel van de gezinshereniging als een moreel principe. Je laat je gezin overkomen. En wat zien we dan? Dit zijn de cijfers voor de Marokkanen, maar voor de Turken zijn ze niet anders. Je ziet daar die zwarte, dikke lijn van de werkloosheid die oploopt midden jaren 80. En je ziet die paarse lijn van de immigratie die oploopt midden jaren 80. Nou, dat is natuurlijk een dodelijke cocktail. Dat hebben we nog nooit gehad in de voor de oorlog. Als er een grote crisis was, dan verdwenen alle migranten. Nu heb je een grote crisis en komen ze naar binnen. Ja? En dat, nou goed, ik hoef verder niet over op de gevolgen daarvan in te gaan. Ze zijn minder dramatisch dan meestal wordt gezegd. Maar dit is een heel slechte uitgangspositie voor de jaren die dan gaan komen. Dan de publieke opinie. Er is in Nederland in het midden van de jaren 60, in veel opzichten wordt dat dikwijls als een revolutionaire tijd gezien. Dat klopt ook wel, maar ook ten aanzien van migratie is er iets heel bijzonders gebeurd. En dat is vanwege twee zaken waarvan je zou denken, wat hebben ze ermee te maken? Links zie je het boek van Presser, De Ondergang, waarbij Nederland ineens zich realiseert dat Nederland medeschuldig was aan het drama van de uitroeiing van de Joden. Rechts zie je, ongeveer dezelfde tijd komt er een berucht tv-programma, dat in Nederland wordt gezegd van, hey, we waren niet zo goed in Nederlands-Indië. Hè? We hebben daar oorlogsmisdaden gedaan. We horen daar natuurlijk steeds meer van, maar toen was het voor het eerst. En dat heeft een heel, zou ik denken, gunstig gevolg gehad. Want Nederland gaat zich realiseren dat men niet zo'n heilig land is. Nee, men gaat, en dat betekent dus ook, nooit meer racisme en een behoorlijke pro-migratiehouding. Dat is sinds de Rushdie-affaire en 9-11 natuurlijk veranderd. Wat ik hier alleen maar even mee wil aangeven, en dat gaat natuurlijk ver boven het Eindhovense en het Brabantse uit, dat ook publieke opinie, een grote omslag in de publieke opinie, er zeker toe doen. Dan kom ik aan het laatste gedeelte van mijn hele korte verhaal. Dat is de rol van de migranten zelf. Dat maakt veel uit. Bij de Marokkanen zie je bijvoorbeeld hele lage geletterdheid in vergelijking met de Turken als ze komen. Bij de Turken zie je dan in het Eindhovense en in het Brabantse geval in het algemeen een hele grote isolatie door zeg maar die paternalistische verzorging van woningen. En gewoon ook door hun geletterdheid zeg maar een heel sterke associatie zeg maar met het moederland. Maar in deze gevallen en ook bij de Spanjaarden zie je dat er ook een tweedeling ontstaat. Bij de Marokkanen zie je een heel grote tweedeling tussen wat toen het Kaman heette, dat waren de linkse Marokkanen, en dan de Amicales. Bij de Turken zie je een grote splitsing. Hier rechtsonder het embleem van de Turkse vereniging in Tilburg, die zich sterk identificeert met de Grijze Wolven en met Turks rechts, zou je kunnen zeggen. En dat zie je ook bij de Spanjaarden in Eindhoven. De Eindhovense stadsbestuur, dat zal je niet verbazen, was in de jaren 30 erg voor Franco en tegen de Republiek. Met andere woorden, Spaanse frankisten worden welkom geheten in Eindhoven. En als je dat dan later ziet, naar aanleiding ook van de grote staking van Spanjaarden bij Philips Eetje en Erik 73 en dan vervolgens in 74, is de Spanjaard die zeg maar voor hun opkomt, Lino Calle, die moet van, zoals hier de prent van Opland laat zien, via Van Franco, via Luns, via Klompé, via de Nos, wordt hij ontslagen bij de Nos.
Dus daar zie je ook weer dat dat soort allemaal politieke conflicten uit de landen van herkomst, dat die een rol spelen. En dat heeft natuurlijk zijn invloed op de manier van integreren. Bij ASML, ik zei het al, zie je een behoorlijke mate van bereidheid van personeel, maar ook van het bedrijf, dat mensen zich integreren in de Nederlandse samenleving. Dus het doet er geweldig veel toe. Niet alleen wat, om het even samen te vatten, wat de overheid wil, de invloed van het maatschappelijk middenveld, maar ook wat de mensen wel willen. En daar die combinatie, daar moet je eigenlijk iedere keer mee spelen als je wilt zien hoe het verloopt. En dat geeft ook aan, en daarom ben ik ook eigenlijk blij dat ik in staat ben geweest om deze lezing voor te bereiden, dat ook hele specifieke omstandigheden, in dit geval dus specifiek Brabantse omstandigheden van dat katholicisme, zal ik maar zeggen, ook van dat paternalisme, specifiek Eindhovense omstandigheden, die tegenstelling katholieke neutrale, en dan specifieke omstandigheden van de groepen zelf, hè, in welke mate ze ontwikkeld, kwamen ze zeg maar tijdelijk, met de bedoeling tijdelijk te komen, of permanent. Welke bagage brachten ze met zich mee, welke onderlinge tegenstellingen waren er, die doen er dus allemaal toe. Tot slot reclame voor mijn eigen werk. Als je nog iets meer wilt weten over migratie in Nederland, ik heb samen met Leo Lucas een boek geschreven, 5 eeuwen migratie. Maar ik moet wel bekennen, daar staat ontzettend weinig in over Brabant. Dank je wel. Dank je wel, Jan. Ik moet er even blijven staan. Ja. Dank je wel. Wat ontzettend interessant. Wat mij even echt meteen al raakte is hoe relevant alles is en hoe actueel alles is wat je heel de tijd noemt. En het speelt nog steeds. Voordat ik even naar de vragen ga, wil ik even vragen, hoe was dit voor jou? Want je zei al, dit is de eerste keer op deze manier dat de gasten online meekijken. Hoe was dit voor jou? Nou, ik ben ontzettend blij dat er een paar technici zitten. En dat die ook nog heel geïnteresseerd zaten te kijken, althans dat veronderstel ik dan. En mijn mede-referent. Dus het viel me reuze mee. Ik had het tegenop gezien, maar het viel me reuze mee. Maar de kijker moet natuurlijk oordelen of dat echt een geslaagd succes is. Nou, goed om te horen. Dankjewel. Ik ga even aan mijn collega Tera vragen of er al vragen zijn. Ja, er is een vraag. En die vraag luidt. Hoe is de verhouding tussen Koerden en Turken onder de immigranten uit Turkije? Ik ga het even herhalen. Dus hoe is de verhouding tussen Koerden en Turken onder de migrantengroepen? En dan was er nog iets, Tera? Immigranten uit Turkije. Immigranten uit Turkije, oké. Okay. Dat is niet een vraag die iets met Eindhoven of Brabant te maken heeft, maar het zal duidelijk zijn dat dat een hele gespannen en een hele problematische verhouding is die, denk ik, met name voortvloeit uit, het is al een heel oud probleem in Turkije en dat met name in de eenheidsstaat van Atatürk, die hij gesticht heeft in het begin van de jaren 20, was het idee, en dat heeft hij ook sterk gepropageerd, één land, één taal, één volk. En het is nu eenmaal zo dat de Koerden een andere taal spreken, of ze een ander volk zijn, nou ja, daar kunnen we lang over twisten, dat is niet zo. Maar dat is in Turkije een heel groot probleem, trouwens niet alleen met Koerden, ook met Aloïten en ook met andere minderheden in Turkije. En dat probleem wordt natuurlijk geëxporteerd naar Nederland. Dat zal duidelijk zijn. Dat soort problemen blijven hier voortbestaan. Ja, en daar zijn natuurlijk in principe twee oplossingen voor. Je kunt je als Turk in Nederland, of als Nederlander van Turkse afkomst, kun je gewoon individueel opstellen. En zeggen van, nou, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik ben Koerd of ik ben dit of ben dat. En ik leef zoals ik wil. Of je kunt je inderdaad als vereniging organiseren. En dan krijg je natuurlijk conflicten tussen de ene en andere vereniging. Dat zal duidelijk zijn. Dankjewel. Sorry, ik wil het zeggen over de verhouding tussen die
2 in percentage? In percentage, dat durf ik niet te zeggen, nee. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat de Koerden een flink onderdeel vormen, omdat de Turken met name in het platteland zijn gevestigd en de Koerden toch uit het platteland in het zuiden en oosten van Turkije komen. Het zou, maar nee, dat zou, ik zou zeggen, Google het. Daarmee wil ik even naar de... Even afsluiten. Dankjewel Jan. We hebben straks nog ruimte om met elkaar verder in gesprek te gaan. En we hebben straks nog ruimte voor nog meer vragen vanuit deelnemers. Dus voor nu zeg ik dankjewel. Dankjewel. Ik geef het woord aan Marleen. Dan mag ik lekker gaan luisteren. Hi. Hi. Ga je gang, Marleen. Dankjewel. Nou, die tweede luik, want zo zie ik het dan toch wel, is naast het historisch perspectief wat we net hebben gehoord, ga ik vanuit een meer antropologische blik kijken naar het vraagstuk van arbeidsmigratie. En de titel van mijn college heet Parallele Levens, recente Poolse arbeidsmigranten in Brabant. En in tegenstelling tot de 4 delen van Jan heb ik 5 delen. En ik hoop dat ik dat binnen de tijd mijn verhaal aan jullie kan duidelijk maken. Ik ga inderdaad ook als eerste zeggen dat arbeidsmigratie absoluut geen nieuw fenomeen is. Ook niet met de recente arbeidsmigratie van de Poolse en andere Midden- en Oost-Europese landen. Ik wil het ook hebben over de zichtbaarheid en over de overheidsagenda, want dat is heel specifiek voor de kennis waarop ik deze lezing heb gebaseerd. Dat zal ik zo toelichten. Ik ga ook nog even in op wat is nou arbeidsmigratie, maar wat is een arbeidsmigrant nu eigenlijk heden ten dagen? Arbeidsmigratie heeft veel meer met dat systeem, de organisatie te maken. Arbeidsmigrant, dat is het antropologische. Ik ga vooral proberen ook de leefwereld van arbeidsmigranten te laten zien. Dat doe ik in het 4e deel, waarin ik verschillende portretten vanuit interviews die we hebben gehouden met arbeidsmigranten wil laten zien. En dat gaan over wonen, werken, leven. Hoe word je nu eigenlijk arbeidsmigrant? En daartussendoor, en dat is punt 3, ga ik ook nog vertellen. We hebben een aantal jaar geleden een peiling gehouden onder Brabanders. Hoe kijken die nu eigenlijk naar arbeidsmigranten? En dat allemaal om in het laatste deel te kijken naar wat betekenen deze elementen nu eigenlijk voor de positie van arbeidsmigranten in Brabant. Nou, dat past heel erg bij het PON. Hè? Want het PON is een kennisinstituut dat met name voor gemeentes en voor provincie naar allerlei maatschappelijke vraagstukken kijkt vanuit de leefwereld van mensen die daarmee te maken hebben. Wat zijn de implicaties van allerlei fenomenen nu eigenlijk voor de dagelijkse leefwereld van mensen? Nou, dat eerste deel. In iedere Brabantse gemeente wonen en werken arbeidsmigranten. Is dat zichtbaar? Dat zullen we zo nog eens even bekijken. En arbeidsmigranten spelen in deze dagen, in deze jaren, eigenlijk voornamelijk, speelt zich voornamelijk af binnen Europa. Dus mensen die vanuit een van de landen uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland komen om te werken, tijdelijk of voor een wat langere periode. Nou, een voorbeeld hiervan is dit plaatje, waarbij jullie 2 seizoensplukkers zien in Rijsbergen. Een foto van Joyce van Belkom. Uit 2009 en op de achtergrond, heel vaag links, zien jullie de aardbeienvelden. Dat is een voorbeeld van arbeidsmigratie in Brabant. En dat kon omdat er na 2004 en later ook in 2007 de Europese Unie uitbreidde. Hoe zichtbaar, hè? We zitten nu te kijken naar een slaapkamer van deze seizoensplukkers. Maar hoe is nou eigenlijk in dat Brabantse straatbeeld arbeidsmigratie terug te zien heden ten dagen? We zien hier een voorbeeld van Loon op Zand, linksboven. Je ziet een Poolse supermarkt. Je ziet ook een Poolse vlag. Daarachter nog de kerktoren van Loon op Zand. Rechtsboven zien we een hotel, een voormalig hotel in Waalwijk, waar nu arbeidsmigranten gehuisvest worden. Met daarvoor een autootje van de uitzendbureaus waarvoor ze werken. Rechtsonder ook een supermarkt waar ze beloven allerlei Poolse delicatessen te verkopen. En je ziet ook de
auto's met Poolse kentekens. Hè? Ook heel zichtbaar in het straatbeeld op de Brabantse snelwegen. En linksonder is wel een bijzondere foto, want je ziet hier in het Pools aangekondigd dat makelaars willen helpen om mensen aan een huis te krijgen. Dus specifiek voor de Poolse doelgroep. Nou, dat gaat over zichtbaar zijn in het dagelijks straatbeeld. Arbeidsmigratie was al zichtbaar, maar is door de coronacrisis eigenlijk nog veel zichtbaarder geworden. En met name eigenlijk de problematische kanten daarvan. De misstanden, de uitbuiting. En dat komt door de coronacrisis. Ik was laatst bij een bijeenkomst van het aanjaagteam van Emiel Roemer. Dat is aangesteld om ervoor te zorgen op korte termijn en op langere termijn de problemen die er voor deze arbeidsmigranten in de context van de corona, maar ook daarbuiten op te lossen, aan te pakken. En daar werd deze metafoor gebruikt. Hè. Corona werkt eigenlijk als contrastvloeistof. Hè. Dus dat wat we eigenlijk, zeker onderzoekers of mensen die zich al langer met die Poolse arbeidsmigratie bezighouden, of arbeidsmigratie vanuit de MOE-landen, hè, die Midden- en Oost-Europese landen, die kenden die analyse al wel, dat het gaat over mensen in kwetsbare arbeidsposities, kwetsbare huisvestingssituaties. En die corona zorgde dat allemaal nog veel duidelijker werd. Hè? Die impact van die kwetsbare positie werd zichtbaar. Maar wat ik zelf eigenlijk heel bijzonder vond, was dat in de kranten niet alleen gesproken werd over waar moeten we die mensen huisvesten, hoeveel mensen worden er uitgebuit, maar dat het ging om de persoonlijke verhalen van deze mensen. Mensen waren bang. Bang om besmet te raken, omdat je geen afstand kon houden door de werkomstandigheden of door de manieren waarop mensen gehuisvest zijn. Heel vaak in onzelfstandige plekken en slaapkamers waar meerdere personen zich bevinden, weinig privacy. Dus is het heel erg moeilijk om die afstand te bewaren. Wat ook allerlei systemische zaken werden duidelijk. Hè? Dus het feit dat mensen als arbeidsmigrant, die voor een uitzendbureau werken, hun zorgverzekering via de werkgever, de formele werkgever, krijgen. En dat is dat uitzendbureau. Op het moment dat je je baan kwijt bent, ben je ook je zorgverzekering kwijt. Dus in het kader van die gezondheid is ook dat heel erg belangrijk. En natuurlijk niet te vergeten, maar dat is een nood. Hè? Werd dit erg belangrijk omdat het niet alleen ging om de gezondheid van arbeidsmigranten, maar ook de publieke gezondheid, hè, voor alle Nederlanders. Nou, arbeidsmigratie was al langer een moeilijk vraagstuk en met name voor gemeentelijke overheidsagenda's. Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk en waar kun je als overheid, als lokale overheid, nu eigenlijk op sturen als het gaat om huisvesting, op hoeveel mensen er hier naar Nederland komen om te werken, maar ook heel belangrijk dat vraagstuk van sociale samenhang, van participatie. Nou, dat was ook precies de aanleiding voor een aantal Brabantse gemeenten om met het PON contact op te nemen. Hè, want mijn verhaal is gebaseerd op 4 onderzoeken die we de afgelopen jaren hebben gedaan, vanaf 2017. Uiteindelijk in heel Brabant. We hebben eerst een onderzoek gedaan in de Langstraat met Waalwijk als centrum, hè, waar veel online webshops hun distributiecentra hebben. En later in de metropoolregio Eindhoven, dus Eindhoven en de 21 gemeenten die bij die metropoolregio horen. En ook toen raakte de provincie geïnteresseerd en dacht, moeten wij niet hier meer ook onze nek uitsteken en die individuele Brabantse gemeentes meehelpen ondersteunen in een soort regierol of een koppelfunctie, een verbindende functie om die Brabantse gemeente te helpen met beleid organiseren rondom dit complexe vraagstuk, wat dus niet alleen maar te maken heeft met arbeid. Hè. Het is natuurlijk primair een economisch vraagstuk, maar ook met al die andere facetten. En het PON zei toen, prima, dat gaan we doen, maar dan moeten we al die perspectieven in beeld krijgen. Dus wat hebben we gedaan? Kwalitatief onderzoek onder alle stakeholders die daarbij betrokken zijn. Hè. Dus gemeentes geïnterviewd,
naar hun documenten, beleid gekeken, uitzendbureaus, bedrijven. Hè, dus de bedrijven waar via de uitzendbureaus in heel veel gevallen deze mensen te werk gesteld worden. Hè. We noemen dat ook wel binnen die arbeidsmigratie de inleners, de huisvesters, maar ook de omwonenden. Wat vinden de omwonenden er nu eigenlijk van? Ik vertelde al dat we een peiling hebben gehouden onder Brabanders, maar wat we ook hebben gedaan in die jaren is op 5 verschillende huisvestingslocaties met omwonenden gesproken. Wat vinden jullie ervan dat arbeidsmigranten op deze manier en in deze locatie gehuisvest worden? Maar wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat we vooral ook heel veel arbeidsmigranten hebben gesproken. En dat heb ik niet gedaan, dat heeft mijn collega-onderzoeker Bianca Zidniewski gedaan, want ze heeft deze mensen gesproken in het Pools. Ja, dus ik geef al wat van de resultaten weg. Nee, deze mensen spreken in heel weinig gevallen Nederlands. En ook omdat we hebben geprobeerd om hun levensverhaal op te halen, hebben we deze mensen in het Pools geïnterviewd. Nou, ik ga weer eventjes terug. Wat is arbeidsmigratie nu eigenlijk? Nou, daar moeten we het vooral eventjes kijken naar vraag en aanbod. En ik vertelde al dat we bedrijven hebben geïnterviewd en die zeggen, we hebben arbeidskrachten nodig, hè, voor laaggeschoold werk, maar ook voor vakspecialisten. Hè. Dus de arbeidsmigranten die wij spraken, die waren bijvoorbeeld orderpickers in grote distributiecentra van webwinkels. Plukkers, hè, zoals de aardbeienplukkers die we net zagen op de foto. Heftruckchauffeur in een glastuinbedrijf, maar ook vakwerk zoals metaalbewerking. Hè. Dus het gaat in heel veel gevallen om laaggeschoold werk. Maar ook in sommige gevallen gaat het om vakspecialisten. En wat nou zo specifiek is aan die hedendaagse arbeidsmigratie, is dat het vooral gaat om die flexibele schil. Dus het zijn tijdelijke werknemers die dus in heel veel gevallen als uitzendkracht komen, waardoor bedrijven, die inleners waar ik het al over had, snel kunnen opschalen en afschalen. Hè, of heel veel mensen heb je nodig op piekmomenten, hè, bijvoorbeeld als het oogsttijd is. En daarna heb je minder mensen nodig. Dan is het handig als je dat kan doen via een uitzendbureau. En dat wordt ook heel veel gedaan. Er is een gigantische infrastructuur van bemiddeling. Nog even een citaat van een van die bedrijven. Nederlandse werknemers willen dit werk niet meer doen. Een heel veel gehoord argument. Dat komt ook, denk ik, omdat het type werk en de omstandigheden waaronder mensen dit werk moeten doen in die flexibele schil, hè, dus op bij nacht en ontij bijvoorbeeld, of om 5 uur je bed uitgebeld worden dat je om 6 uur ergens moet staan, dat past eigenlijk niet bij een sociaal leven hier in Nederland hebben, eventueel een gezinsleven. Dan wordt dat eigenlijk veel ingewikkelder om te organiseren. Deze mensen komen primair om te werken, dus die. En ze willen ook graag veel uren werken, dus hè, zijn zij geneigd om wel onder die omstandigheden te werken. Nou, daaronder zien we ook dat staan, hè, Polen komen met name naar Nederland om geld te verdienen. We hebben trouwens Poolse arbeidsmigranten gesproken, omdat dat nog altijd de grootste groep is. En ik ga daar zo meteen nog wel wat cijfers aan hangen. Ze werken heel graag veel uren. En niet te vergeten, dat salaris is in vergelijking met Polen, ook al zijn de omstandigheden daar ook de laatste jaren aan het verbeteren, nog steeds heel gunstig. Hè, dus iemand vertelde ons, ik verdien per week wat mijn vrouw in Polen in Nederland verdient. Dus ik ga zo meteen laten zien dat arbeidsmigranten nog steeds een heel laag uurloon hebben, maar toch in vergelijking met het land waar ze vandaan komen, zijn er gunstige salarisomstandigheden. En niet te vergeten dat flexibele contract, soms ingewikkeld, maar het past ook heel erg bij circulaire migratie. Hè? Of bij migratie waarbij mensen tussen twee plekken, waar mensen werken en ook nog de mogelijkheid hebben om terug te keren naar Polen en een gezinsleven daar te hebben. Dat wordt ook wel transnationale migranten genoemd. Dus circulaire migranten is eigenlijk meer de seizoensarbeid. Nou, wie is nu eigenlijk arbeidsmigrant? We hebben daar een definitie, omdat we ook kwantitatief onderzoek hebben gedaan eind 2019, hebben we een definitie op basis van een aantal elementen gemaakt. Hè, arbeidsmigranten zijn buitenlandse werknemers
Ze zijn niet in Nederland geboren en ze hebben niet de Nederlandse nationaliteit. Ze zijn geen kennismigrant. En dat is interessant, want daar, die discussie komt eigenlijk... Dus als je uitgaat van dat eerste element, buitenlandse werknemers, dan zou iedereen daaronder vallen. Maar in het discours over arbeidsmigratie gaat het niet over kennismigranten. Terwijl je zou zeggen... Dus daar wordt een splitsing tussen twee categorieën, twee sociale categorieën eigenlijk gemaakt. En dat is interessant omdat die categorie kennismigrant, die werkzaam is bij ASML bijvoorbeeld, en ook een andere status krijgt en in het publieke debat eigenlijk ook een andere waardering krijgt. Maar arbeidsmigranten zijn dus geen kennismigranten en dat wordt vastgesteld op basis van inkomen. En ook belangrijk bij die definitie, we hebben alleen maar gekeken naar mensen die vanaf die uitbreiding van de Europese Unie naar Nederland zijn gekomen. Dus dat noemen wij recente arbeidsmigranten. Nou, als we dan naar de cijfers kijken die we gemaakt hebben op basis van werkgeversbestanden, dan kwamen we in 2008 of voor 2018 tot de conclusie dat er bijna 92.000 arbeidsmigranten werkzaam zijn voor een Brabantse werkgever. En dat is ongeveer, als je kijkt naar het landelijk aantal arbeidsmigranten, 14%. 14% van de arbeidsmigranten werkt voor een Brabantse werkgever. En dat is een verdrievoudiging in 10 jaar. Dus we zien een sterke groei. Ik gaf al aan eerder dat in iedere Brabantse gemeente arbeidsmigranten werken en wonen. Nou, dat is hier op deze geografische spreiding ook heel goed te zien. Hoop ik in de kleuren dat dat goed overkomt. Maar in ieder geval zien we wel een aantal concentraties. Noordoost-Brabant, het stedelijk gebied Eindhoven, hart van Brabant, waar Onderwaalwijk ook valt. Bijvoorbeeld, daar had ik eerder een voorbeeld van. En ook de regio Breda. Nou, van die bijna 92.000 arbeidsmigranten zijn ruim 41.000 Poolse arbeidsmigranten. Toen we naar die cijfers aan het kijken waren, hebben we ook geprobeerd om een profielschets te maken. Wie zijn nou eigenlijk die mensen? Merendeel van die 92.000 heeft een nationaliteit uit een van de moerlanden. 45% is Pools. En je ziet een grote afstand tot andere moerlanden. Dus je ziet het verschil tussen 45% Pools en bijvoorbeeld 10% Roemeens. En we zien daar wel een groei de laatste jaren, Roemenen, Bulgaren, maar dat is nog steeds in vergelijking met die Polen, is het daar een groot verschil tussen. Het zijn zowel mannen en vrouwen, maar iets vaker mannen, heel vaak alleenstaande. 1 op de 5 is gehuwd en heel veel jonge mensen. Het gaat echt om een jonge populatie. Bijna 6 op de 10 is onder de 35. Ik vertelde daarnet ook al iets over die arbeidsmarktpositie. Bijna 3/4 heeft een tijdelijk arbeidscontract en ruim 2/3 heeft een laag uurloon. Het betekent onder de 12 euro per uur. Als we kijken naar de cao's, dan heeft 40% een cao, valt onder de cao uitzendkracht. En 26% heeft geen cao. En bijna de helft van deze mensen werkt in de sector arbeidsbemiddeling of uitzendbureau. Dus heel veel mensen werken als uitzendkracht of als flexkracht. En ongeveer 9% werkt in de landbouw. Dat geeft dus een beetje een vertekend beeld, lijkt het. Want die helft van alle arbeidsmigranten, die worden natuurlijk weer bijvoorbeeld in de landbouw te werk gesteld. Of in de distributiecentra. Maar hun formele werkgever is het uitzendbureau. En dat is belangrijk om dat systeem goed te begrijpen. Want de afstand tot bijvoorbeeld een supermarktketen waar ze dan daadwerkelijk werken, is vrij groot. En dat heeft ook iets met doet ook iets met die verantwoordelijkheid. Hoe kijken Brabanders nu eigenlijk naar arbeidsmigranten? Dat hebben we ze gevraagd in 2018. En bijna 800 mensen hebben hun mening gegeven. En we hebben verschillende aspecten die met die beeldvorming te maken hebben we bevraagd. Nou, iets meer dan de helft zegt dat op de hoogte is van wat er speelt in Brabant rondom arbeidsmigratie. Dus ook heel veel mensen weten het eigenlijk niet. En dat heeft ook met die zichtbaarheid te maken. Zijn bedrijven eigenlijk wel open over de inzet van arbeidsmigranten? Weten we daar iets van? Nou, dat valt dus wel mee. Dat is niet zo heel veel.
als ze dan kennis hebben, dan hebben ze dat met name via de krant of website, radio of televisie. Dit is allemaal pre-corona, het is belangrijk om nog een keertje te vermelden. Ook toch een derde spreekt hierover met vrienden en kennissen. Als we dan kijken naar het contact, dan geeft 54% van de Brabanders aan dat er Poolse mensen in hun buurt wonen. En 37% geeft aan dat ze denken dat er in die buurt gebouwen of panden zijn waar meerdere Polen met elkaar samen leven, samen wonen. Ook een kwart van de respondenten geeft aan dat in de afgelopen 5 jaar iets gespeeld heeft rond dat vraagstuk in de gemeente of in hun leefomgeving. En 20% zelfs geeft aan Poolse vrienden of kennissen te hebben. Dus hier hebben we niet specifiek uitgevraagd arbeidsmigranten, maar mensen met een Poolse achtergrond. En dat staat niet op de sheet, is in groot contrast met verdergaander sociaal contact. Namelijk maar 4% van de mensen geeft aan ook bij Poolse mensen thuis te komen. En 8% geeft aan regelmatig contact te hebben met Poolse buurtbewoners. Nou, en als je helemaal aan het begin ziet dat die 54% denkt dat er Poolse mensen in hun buurt wonen en maar 8% heeft contact met de buren, dan zie je daar een verschil. Nou, de beeldvorming over Polen is positief. Ze zijn harde werkers, ze zijn laag geschoold, ze zijn belangrijk voor de economie en ze denken ook wel dat arbeidsmigranten uitgebuit worden door hun werkgevers, door de uitzendbureaus en de inleners. Ook van belang is dat ze denken, dat veel mensen denken dat Brabanders, dat de Poolse arbeidsmigranten onder slechtere arbeidsomstandigheden werkzaam zijn dan Nederlandse werknemers. En ook een groot deel van de mensen vindt dat een probleem. Als het gaat om woonomstandigheden zien we eigenlijk hetzelfde. Ook daar denken heel veel mensen dat dat slechter is dan bij Nederlandse werknemers. En ook daar zien we dat veel mensen dat een probleem vinden. Nou, ik had beloofd aan het begin van de lezing dat ik vooral ook in zou gaan op die leefwereld van Poolse arbeidsmigranten. We hebben 86 arbeidsmigranten gesproken. En ik wil nu eigenlijk aan de hand van 5 portretten verschillende elementen van het leven van arbeidsmigranten laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik even ook een linkje maken met die opvattingen van Brabanders over Polen. Hoe kijken Polen nou eigenlijk naar Brabanders? Want dat hebben we ook gevraagd. En mensen zijn eigenlijk heel erg positief over Brabanders. En dat is interessant omdat ook hier weer het contact heel weinig is. Maar het contact dat er is, is positief. Eerder zei ik al, hoe word je nou eigenlijk arbeidsmigrant? Nou, hier vertelt Eva hoe zij arbeidsmigrant werd. In Polen had Eva, 26 jaar, leuk werk. Ze werkte bij een gemeente, maar wel tegen een laag salaris. Ze besloot op een dag te kijken naar vacatures online. Op zondag had ze gereageerd en maandag werd ze al gebeld door het uitzendbureau. Ze besloot dat als dat haar nog een keer zou gebeuren, ze naar Nederland zou gaan. En ja hoor, dat gebeurde ook. Familie en vrienden waren verbaasd dat ze zo snel vertrok. Ze regelde een buskaartje en onderweg naar Nederland voelde ze zich gelukkig. Ze kwam hier voor 3 maanden en is hier nu 2 jaar. Ja, dus we denken misschien, dat zijn heel vaak beredeneerde overwegingen om te gaan. En ik had het eerder ook al over die structuur die er bestaat van uitzendbureaus. Die heel veel online, en dat is echt een groot verschil met de tijd van de gastarbeiders. Niet alleen het feit dat deze mensen niet op uitnodiging van de overheid komen. Maar er is een hele industrie, zou je bijna kunnen zeggen, die mensen verleidt om in Nederland te komen werken. Die uitzendbranches die ook online heel veel werk doen. Dus deze Eva heeft online gesolliciteerd, bijvoorbeeld. En hoe is dat nou eigenlijk als je dan in Nederland bent? Hoe ziet je loopbaan er dan uit? Nou, bij die 86 mensen die we hebben gesproken, kwam eigenlijk steeds hetzelfde beeld naar voren. Heel veel mensen hebben heel veel verschillende baantjes. Wisselen van uitzendbureaus en maken van alles en nog wat mee als het gaat om die arbeidssituatie.
Ik geef hier een voorbeeld van Susanna en Julia. Ze zijn allebei 25 en ze zijn voor het eerst naar Nederland gekomen in 2013. En ze vertellen dat ze eerst via een Pools uitzendbureau naar Nederland zijn gekomen. Ze werkten in de foodindustrie in Nederland, in verschillende Brabantse gemeenten. Hè. Dus je moet je voorstellen dat afhankelijk van waar je nodig bent, je ook ingezet wordt. Hè. Dus zo kan het zijn dat je op verschillende locaties aan de slag gaat. Dit was dan dus bij via één werkgever. En vervolgens werkten ze voor een Nederlands uitzendbureau bij een distributiecentrum van een supermarktketen. En daar krijgen ze een zogenaamd fase A-contract. Hè. Dat is een type contract in de uitzendbranche. En gaan ze... En dat is een tijdelijk contract, gaan ze na een jaar, als ze dus een aantal keer dat contract hebben vernieuwd, een half jaar in de WW, om vervolgens opnieuw bij diezelfde supermarktketen aan de slag te gaan. En waarom is dat nou? Dat is om dat tijdelijke contract opnieuw weer in stand te houden. Hè? Dus normaal gesproken ga je van een flexibel contract naar een vast contract. Maar in dit geval is dit een constructie van het uitzendbureau om mensen, wordt actief gezegd, hè, je kunt ook een half jaar niet werken en dan weer voor ons gaan werken. Het nadeel is dan dat mensen ook weer onderaan de ladder beginnen. Hè, dus ze werken niet alleen voor een laag salaris, maar ook onder hele ongunstige arbeidsrechtelijke omstandigheden. En daarna, dus nadat ze weer aan de slag zijn gegaan, werken ze bij een groothandel opnieuw weer via een ander uitzendbureau. En toen dat contract was afgelopen, zijn ze als orderpickers bij een kledingproductiebedrijf aan de slag gegaan. Het volgende fragment gaat eigenlijk over die onzekerheid die dit type werk met zich meebrengt. Hier het verhaal van Carolina. Carolina werkt via een uitzendbureau in een bedrijf dat vlees verwerkt. Ze doet hier inpakwerk aan de lopende band in gekoelde hallen en ze ervaart stress. Vandaag heeft het uitzendbureau haar ingeroosterd, maar morgen kan ze naar huis gestuurd worden. Recent is een buurvrouw naar huis gestuurd en haar valt op dat de laatste tijd veel jonge Roemenen in dienst worden genomen en steeds minder Poolse mensen. Volgens haar werken de jonge Roemenen tegen het minimumloon en wonen ze in slechte woonomstandigheden over de grens in Duitsland. Er is heel veel verloop in die groep. En ze zegt, er worden hele dorpen leeggeplukt. Zo kijkt zij naar de manier waarop de Roemenen naar Nederland gehaald worden. Het vierde portret is van Iwan. En opnieuw schrijf ik hier circulaire migrant, maar ik had beter transnationale migrant kunnen zeggen. Dus het gaat over iemand die eigenlijk een leven in Nederland, vooral een werkzaam leven in Nederland heeft. En iemand die vooral zijn sociale leven nog in Polen heeft. Iwan is 37 en voor het eerst in Nederland in 2013. Hij deelt een kamer met drie anderen in een woongebouw dat voorheen een restaurant was. In het gebouw is een grote keuken, drie toiletten en twee douches. En hij woont er met ongeveer 40 mensen. Je kunt je voorstellen in de context van corona hoe lastig het is om afstand te houden. Iwan heeft net een vast contract gekregen. Hij werkt in de glastuinbouw ongeveer 38 uur per week. Maar er is altijd wel extra werk waardoor hij langere dagen kan maken. En dat wil hij ook graag. Want hij werkt altijd 10 weken in Nederland om vervolgens een aantal weken terug te gaan naar Polen. En dat kan, de afstand is niet zo groot. Je hoeft niet een zee over, bijvoorbeeld er is geen vliegtuig eventueel nodig. Je kunt gewoon binnen 1000 kilometer aan de grens zijn. Dus ook dat is wel weer een contrast. De tijden zijn niet alleen veranderd, vliegen is gewoner, maar ook het is makkelijker, het is dichterbij. Polen is dichterbij dan Marokko bijvoorbeeld. Het verblijf in Polen is voor hem belangrijk omdat hij daar een gezin heeft. En met dat geld wat hij hier in Nederland heeft verdiend, heeft hij een huis gebouwd in Polen voor zijn gezin. Het laatste portret dat ik laat zien is van Hanna. En Hanna wordt van arbeidsmigrant een vestiger. Ze settelt hier en ze maakt een hele wooncarrière mee. Ik laat hier zien dat ze inderdaad, net als de meeste arbeidsmigranten, begint op een tweepersoonskamer in een hotel voor arbeidsmigranten, waar ze de faciliteiten met meerdere mensen moet delen.
En vervolgens gaat ze particulier een woning huren, komt ze in aanmerking voor een sociale huurwoning en is nu van plan om met haar partner een huis te kopen in de omgeving. Dus wat ik met deze 5 portretten wilde laten zien, niet alleen de reis van hoe het leven is om een arbeidsmigrant te worden, arbeidsmigrant te zijn en misschien uiteindelijk je te vestigen, is maar dus ook vooral om te laten zien dat er achter al die cijfers en die meer demografische schets die ik eerder gaf, ook hele dagelijkse besluiten zoals in het leven van ieder van ons voorkomen. Maar door die precaire arbeidssituatie en de manier waarop de dingen in Nederland georganiseerd zijn rond die arbeidsmigranten, zien we dat er toch nog steeds heel erg sprake is van parallele levens. Dus er zijn wel een aantal dingen zichtbaar. En natuurlijk is participatie, ik ben het heel erg eens met wat Jan eerder ook al zei, er is altijd sprake van integratie. Maar ik denk dat door meer aandacht voor dit vraagstuk, en niet alleen als als economisch vraagstuk of als huisvestingsvraagstuk, maar juist ook voor die sociale samenhang, dat er toch nog wel meer aandacht zou kunnen komen om die werelden met elkaar te vermengen. Dat schrijf ik in de laatste bullet point. Want die precaire arbeidssituatie, positie, met name voor flexwerkers, maakt dat het leven erg stressvol is. Het vereist behoorlijk wat veerkracht van mensen om tot een stabiele positie te komen. En een behoorlijk deel van de arbeidsmigranten vestigt zich hier ook. En als je dan nagaat wat de startpositie is van een leven in Nederland, dan is dat eigenlijk heel ongunstig. Als je woont aan de rand van een bedrijventerrein, in een complex wat alleen maar voor arbeidsmigranten is, en je werkt in een loods waar ook alleen maar arbeidsmigranten werkzaam zijn, hoe kunnen we dan een leven met elkaar opbouwen? Is dat nu de juiste oplossing? Grootschalige huisvesting wordt nu door veel beleidsmakers wel gezien als een oplossing, omdat er heel veel overlast wordt ervaren in de woonwijken, omdat er heel veel mensen op één plek bij elkaar wonen. Maar als je dat bekijkt vanuit sociale samenhang, is dat wel een slimme oplossing om mensen zo gesegregeerd te houden. En als we het dan even nog hebben ook over het meer problematische. Hoewel ik heb beargumenteerd dat arbeidsmigranten veelal onzichtbaar zijn voor Brabanders, zijn ze wel meer en meer zichtbaar voor bijvoorbeeld ambtenaren burgerzaken als ze zich komen inschrijven bij de basisregistratiepersonen. Voor leraren als op het moment dat mensen gezinnen gaan vormen en de kinderen gaan naar school. Voor huisartsen. Voor gezondheidsvraagstukken, consultatiebureaus, maar ook schuldhulpverlening. Wat ik van sociaal werkers hoor, is dat veel mensen ook in problemen komen, die het niet redden. En ook allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg. Wat we bij deze recente Poolse groep zien is dat er een dringende behoefte is, aan zelforganisatie en aan meer ondersteuning. Jan had het eerder al over het maatschappelijk middenveld. In de laatste jaren heeft Nederland juist besloten, we doen niet meer aan doelgroepenbeleid en maatschappelijk middenveld krijgt ook veel minder aandacht. Dus hoe zorg je er dan voor dat deze kwetsbare groep wel aandacht krijgt? En nou ja, wat we ook al eeuwen weten eigenlijk is dat die taalverwerving cruciaal is. En volgens mij heb ik die sheet niet laten zien, maar heel weinig arbeidsmigranten spreken Nederlands. En de mogelijkheden om Nederlands te leren zijn er minder dan voor andere migrantengroepen. En juist dat kan een middel zijn tot ontmoeting en meer contact, waardoor die nu nog parallele levens veel meer een vermenging kunnen krijgen. Dat is het einde. Dankjewel. Lima. Dank je. Ik heb echt zoveel vragen genoteerd, maar dat komt zo meteen. Ik vond het
onderzoek naar de beeldvorming vond ik heel erg interessant. Want je vertelt op een gegeven moment dat 54% op de hoogte zou zijn van wat er speelt. Ja. Maar zij krijgen hun kennis vanuit kranten, tv en dergelijke. En dat geldt voor mij ook. Mm-hmm. En ik heb juist niet het idee dat er een positief beeld heerst. En, maar goed, mijn beeld wordt weer gekleurd door de tv en de kranten. En ik dacht, hoe vertaal jij jouw onderzoek? Hoe leg jij contact met bijvoorbeeld tv en krant om een groter publiek te bereiken? Want bij mij heerst echt het idee dat men niet per se positief tegenover de Poolse arbeidsmigranten staat. Nou, het was niet zozeer dat ik de media benaderde, maar de media benaderde mij. Want we waren een paar jaar geleden bezig met een reportage. Ik dacht dat het Brabants Dagblad was. Waarbij ze juist ook dat menselijke verhaal en de verschillende perspectieven hebben geportretteerd. Dus ik zie daar wel meer aandacht voor. Maar de meer sekke berichtgeving is inderdaad veelal niet positief. Maar jouw andere vraag, hè, over die beeldvorming. Ik denk dat en bedrijven, maar ook gemeentes, overheden eigenlijk veel opener zouden kunnen zijn over de inzet van deze groep. He, dus de grote supermarktketens die heel veel gebruik maken, maar ook de webshops die heel veel gebruik maken van arbeidsmigranten, maar hierover niet berichten. Ja. En ik denk dat we als we dat al zouden zichtbaar maken, ja. dat in ieder geval een start van een gesprek kan zijn. Ja, ja, want dit was redelijk nieuw voor mij, dus ik was verbaasd, maar positief verbaasd. En ik was inderdaad benieuwd, hoe kunnen we dat toch overbrengen? Hm. Want inderdaad, media, tv en kranten gaat tegenwoordig ook heel vaak, gaat het om clickbait en alleen de titel lezen en dan kom je ook niet echt tot diepgang. Maar heel erg interessant, dankjewel. Voordat we het gesprek verder voeren, wil ik even aan Tera vragen of er nog vragen zijn binnengekomen. Ja, één vraag is bijvoorbeeld, werken en wonen mensen groepen van dezelfde afkomst, of werkt en leeft men door elkaar heen? Ja. De vraag is, ik herhaal het even voor de kijkers. Werken en wonen de groepen op basis van afkomst, of integreren zij meer? Nou, dat is heel erg afhankelijk van de uitzendbureaus. Hè. Dat heb ik niet verteld, maar er zijn gespecialiseerde uitzendbureaus, hè, voor arbeidsmigranten, die zich richten echt op de doelgroep arbeidsmigranten, dus buitenlandse werknemers. En soms werven die alleen maar in Polen, maar heel vaak ook in andere landen. En dan, omdat de uitzendbureaus ook de huisvesting verzorgen, krijg je dan een situatie waarin ofwel mensen met andere mensen van dezelfde nationaliteit, of juist een hele diverse groep. Dus we hebben daar de beide varianten gezien. Oké, dankjewel. We gaan door. Jan, ik wil vragen of jij even komt aanschuiven. Nou, nogmaals aan jullie beide dank. Het was ontzettend interessant. Ik heb echt heel veel vragen genoteerd. We moeten even kijken hoe ver we komen. Jullie onderzoeken tonen natuurlijk enige overlap qua thematiek. Maar ik zag ook bepaalde termen natuurlijk en andere aspecten. Waar ik voornamelijk heel erg benieuwd naar was, want jij vertelt daar ook wat over. Jij niet. Hele mooie beeldmateriaal ook zien. Ik was benieuwd naar wat voor soort bronnen gebruik je en hoe haal je daar je informatie uit? Ja, dat is het klassieke handwerk van de historicus. Wat je eigenlijk zou moeten doen is naar de archieven gaan. Dat kon ik in deze korte tijd niet doen, maar ik heb zoveel mogelijk gelezen. Dus iets van 15 boeken en artikelen, zeg maar, over dit onderwerp. En die heb ik netjes uitgetrokken en dat bij elkaar gezet, zeg maar. Maar uiteraard tegen de achtergrond van, zoals ik ook al bij ons boek liet zien, wel van het feit dat ik begin zelfs te ouder te worden, iets van 40 jaar al bezig ben met migratiegeschiedenis. Met andere woorden, je hebt wel een idee van algemene patronen, niet alleen Nederlandse, maar ook wereld. En iedere keer kijk je weer, hoe werkt het in deze specifieke situatie uit? En wat is interessant aan deze specifieke situatie? En dat is in het Brabantse. Zoals ik heb laten zien, vooral natuurlijk ook die hele verzuilde geschiedenis, die maakt het extra interessant. Ja. En voor mij was het stukje over de Spaanse arbeidsmigranten redelijk nieuw. Als ik denk aan arbeidsmigranten
In die periode denk ik altijd aan de Marokkaanse en Turkse arbeidsmigranten. Ja, men is begonnen met Italianen waren het eerste, de mijnstreek al zeg maar eind jaren 40 al. Daar zat trouwens ook een heel politiek motief bij, omdat in Italië de communistische partij steeds belangrijker werd. En men was bang dat Italië ook bij het Oostblok zou raken. Vlak daarvoor was Joegoslavië natuurlijk al bij het Oostblok gekomen. En met man en macht wilden ook de Amerikanen en ook de NATO wilden de Italiaanse arbeidsmarkt ontlasten. En met andere woorden, en daar was weer heel veel verzet tegen in West-Europa, Italianen moesten zoveel mogelijk elders geld gaan verdienen, dan haalde je de stoom van de ketel in Italië. En dan vervolgens komen er de Spanjaarden bij, natuurlijk ook een bevriende natie binnen de NATO, hoe groot de dictatuur het ook was, Griekenland idem dito. En dan vervolgens gaat men dan is dat allemaal niet genoeg, ook al omdat die landen zichzelf ontwikkelen, natuurlijk onder andere omdat Italië al vroeg bij de Europese Unie komt. En dan gaat men naar Tunesië, Marokko, Turkije, et cetera. Dus zo is het, zeg maar, tot ineens die oliecrisis in 1973 roet in het eten gooit en dan opeens die werving stokt. Dat was een grote economische crisis. Ja. En wat me dan nog verder opviel is, jullie hadden het allebei over de demografische ontwikkelingen. Want je vertelde over Philips, kwamen arbeidskrachten tekort, dus we moesten ook verder gaan kijken. En ook jij had het over de demografische ontwikkelingen. Zien jullie bij elkaar enige overeenkomsten, verschillen in jullie onderzoek? En wat kun je daarover vertellen? Marleen bijvoorbeeld, wat leer jij van de geschiedenis? Terwijl Jan zei net ook al, jij doet natuurlijk ook recente geschiedenis, maar... Nou, wat ik bijvoorbeeld, hè, wat, je kunt heel goed naar de verschillen en overeenkomsten gaan kijken. Hè, als we het hebben over de migranten die in het Drents dorp werkzaam waren, van boven de rivieren. Hè, dan, die kwamen vaak in gezinsverband bijvoorbeeld. Dat is een groot verschil. Hier bij de recente Poolse arbeidsmigratie gaat het vooral om alleenstaande jonge mensen. He, en ook als we kijken in vergelijking met arbeidsmigratie in de jaren 60 en 70, waar mensen op uitnodiging hier kwamen. He, deze arbeidsmigranten komen niet op uitnodiging, maar via die arbeidsbemiddeling naar Nederland. Maar dan gaat het om redelijk geschoolde mensen in tegenstelling tot bijvoorbeeld landen als Turkije en Marokko, waar het opleidingsniveau in die jaren lager lag. Dus dat is heel interessant om te vergelijken. Wat doet dat inderdaad met bijvoorbeeld de veerkracht om te komen tot een meer stabielere arbeidspositie? En wat ik ook al eerder zei, het gaat dus om een jonge groep die eigenlijk op merendeels jonge mensen die op het punt staan ook om in de eerste 10 jaar eventueel gezinnen te gaan vormen. En dus het besluit om je te vestigen voor langdurigere perioden in Nederland te nemen. Ja, dat zijn ook vergelijkingen die we bijvoorbeeld hebben gezien als het gaat om gastarbeiders in de jaren 60, 70. Ja. Ja, de wetgeving maakt inderdaad alles uit. Je ziet dus in die periode van die gastarbeiders niet alleen georganiseerde werving, maar bijvoorbeeld die Marokkanen in Eindhoven, die zijn nauwelijks georganiseerd. Die gingen eerst naar Spanje werken, dan gingen ze Frankrijk werken, dan in België en dan kwamen ze naar Nederland. Alles mond-op-mond reclame. Maar uitzendbureaus waren toen veel minder belangrijk. Je had toen echt een monopolie van de arbeidsbureaus. En je had een monopolie dus op, zeg maar, op werving. En dat is met de hele liberale wetgeving van de laatste 20 jaar is het helemaal vrijgegeven. En nu zie je ook tot afgrijzen van de vakbeweging. Maar goed, die is veel minder belangrijk geworden inmiddels. Hè? En is ook veel minder belangrijk gemaakt, zie je tot afgrijzen van die vakbeweging, dat je weliswaar iemand kan bij een werkgever werken, en als het daar fout is, dan denk je van, goh, ik moet naar die baas toe stappen. Die baas zegt, daar kan ik niks aan doen, want ze zijn niet bij mij in dienst. He? Dat is een totaal nieuwe situatie, die natuurlijk het hele systeem van arbeidsverhoudingen zoals we dat kennen, en met cao's en met vaste contracten en met aanspreekbare partijen heeft dat behoorlijk onderuit gehaald. En nu met de coronacrisis vraagt iedereen zich af of die hele flexibele schil en zo, of dat wel allemaal zo'n fantastisch idee was, zoals we 10, 20 jaar hebben gedacht. Dus misschien
Gaat dat ook wel weer de andere kant op? Dat weet ik niet. Maar... Nou ja, de arbeidsrechtelijke omstandigheden zijn de afgelopen jaren wel echt aangepakt en ook verbeterd. Hè? En dus dat flexibele werknemers ook meer beschermd worden. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat de vergunningsplicht van uitzendbureaus sinds 1994 niet meer bestaat. En dat betekent dat iedereen uitzendbureau kan beginnen. En dat betekende dus ook dat het aantal uitzendbureaus exponentieel groeide in die jaren. En dat is een van de aanbevelingen van dat aanjaagteam van Emiel Roemer. Ja. Om daar te kijken wat de mogelijkheden zijn om dat weer op een of andere manier meer te reguleren. Ja. Ja, want wij denken dat het heel gewoon is, maar als je even denkt aan na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Toen worden alle uitzendbureaus en alle arbeidsmiddelbureaus zijn afgeschaft. Er was er maar één, alleen van de regering, vanwege alle problemen. En nu hebben we ze allemaal weer dezelfde. Dus 100 jaar geleden is er al een oplossing voor bedacht. En nu moeten we weer het wiel gaan uitvinden. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat deze arbeidsmigranten... we willen één Europese Unie, we willen mobiliteit. Hè, maar op Europees niveau kun je je dan verenigen in een vakbeweging... Hè, om deze de type misstanden in ieder geval voor het voetlicht te brengen... en in Brussel te bespreken bijvoorbeeld. En dat zien we eigenlijk op kleine schaal. Als je heel lokaal gaat kijken, is er soms individueel wel weerstand van arbeidsmigranten... of weerstand is niet helemaal het goede woord. Een tegenwoord op het moment dat er misstanden zijn, maar heel vaak... gaan mensen ook voor hun persoonlijke leven en zeggen, oké, deze werkgever, dat vind ik niet meer, dat past niet bij mij, ik ga naar een ander uitzendbureau. Hè, waarbij dus het structurele probleem pas aangekaart wordt als grotere instanties zich daarmee gaan bemoeien, zoals bijvoorbeeld FNV nu in het kader van de volksgezondheid, met die coronacrisis, dat je dus echt grote besmettingen in slachthuizen zag. Ja. En wat bleek toen ineens? Al die mensen die daar waren, waren niet in dienst van het slachthuis. Nee, van uitzendbureaus. Ja. Waar ze dan allemaal weer gehuisvest werden, zoals jij dat net hebt geschetst. Etcetera, etcetera. Dus ja, die contrastvloeistof van Roemer, dat is wel zo. Heel veel zaken worden nu ineens duidelijk. Ja, waar we, die we eigenlijk wel hadden kunnen weten. Maar goed. Ja, we wisten ze niet. Ja. Maar ik wil toch even een vraag stellen ook aan Marleen. We hadden straks over Polen. En jij zegt terecht van, goh, ik dacht toch dat het beeld over Polen veel slechter is. Mm. We hebben natuurlijk het beroemde geval dat onze grootste oppositiepartij op een gegeven moment een Polen-meldpunt stichtte. Mm. Heb je daar nog iets van gemerkt? Kun je er iets van zeggen wat het effect daarvan was? Dus het was... Voor de kijkertjes die het niet hebben meegemaakt. Het ging dus om dat je alles wat je aan Polen slecht vond, dat kon je dus aan melden. En met andere woorden, deze partij vond dat er heel veel slecht was. Dat heeft, denk ik, tot de beeldvorming geweldig negatief bijgedragen. Maar misschien heb ik ongelijk. Wat weet je daarvan? Volgens mij is dat in de jaren voor die peiling geweest, in ieder geval. En hoe dat doorwerkte, dat hebben we niet één op één terug, die link niet helemaal kunnen leggen. Maar wat we dus dat Polenmeldpunt, dat ging vooral over de ervaren overlast in bijvoorbeeld de woonwijken. En het interessante is dat wij dus ook 5 groepsgesprekken met omwonenden hebben gehad in verschillende gemeentes, grote en kleine gemeentes. Sommige mensen vertelden over overlast, parkeren, rondhangen. Als je je kunt voorstellen dat mensen met veel mensen op een kleine ruimte leven, dan ga je naar buiten en dan ga je rondlopen. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wat juist een interessantere conclusie was dat ook daar de omwonenden zeiden, we zijn niet goed op de hoogte gehouden. En de marktpartijen, de huisvesters, maar ook de gemeente heeft ons niet goed op de hoogte gebracht. Hè? Dus als je het hebt over een verkeerde start, hè, dan ga op een goede manier met inwoners in gesprek over waarom is er eigenlijk arbeidsmigratie en waarom zouden we deze mensen moeten huisvesten. Ik denk dus dat je echt dichter bij burgers moet beginnen om dat draagvlak en kennis te vergroten. En dat integratie niet een eenzijdig proces is, want daar hadden jullie het ook allebei over. Wat doet het met de ontvangende gemeenschap? En hoe zorgen we voor meer inclusie in dat proces? En
De wederkerigheid, dat proces gaat niet vanzelf, sowieso niet in één generatie. Ik denk ook niet dat genoeg mensen dat beseffen of weten, hoeveel tijd zoiets kost. Nou ja, dat hebben sommige onderzoekers hebben dat wel een democratisch ongeduld genoemd. Hè. Dat is zo van, we hebben een maatschappelijk probleem, we zetten er een commissie op, wat zijn de oplossingen, dat fixen we wel even. Ja, dat kan voor sommige dingen, misschien als de riolering het niet doet of zoiets. Hè? Maar voor dit soort grote maatschappelijke processen is dat totaal niet reëel. Zo is het nooit gegaan, zo is het in Amerika niet gegaan. We doen wel alsof dat allemaal zo is, maar dat is niet zo. Ja? Dus daar moeten we veel realistischer over nadenken. En dat wil dus niet zeggen dat het onproblematisch is. Het kan zelfs tot de grootste ongelukken leiden. Maar het is ook niet per se een hopeloos iets, mits we niet denken dat we dat op stel en sprong kunnen oplossen. Ja, dat is, In Waalwijk is een van de eerste plekken waar we onderzoek deden, omdat de burgemeester daar wilde weten, wie zijn nu eigenlijk die arbeidsmigranten, echt geïnteresseerd in wie zijn deze mensen. En uiteindelijk, na een aantal jaar, hebben ze ontmoeting mogelijk gemaakt tussen mensen uit Waalwijk en arbeidsmigranten. En zijn er allerlei leuke initiatieven ontstaan. Dus zo klein begint dat ook. Ja, hè? Dus een buddy, bijvoorbeeld een taalbuddy systeem. Maar ook andere vormen van uitwisseling kunnen daar heel laagdrempelig al bij aan bijdragen. En dan gaat het echt om het menselijk contact, soms één op één. Ja. Ik moet echt door naar de vragen van de kijkers. Tera, ik wil jou even vragen of je nog vragen hebt voor ons. Dan herhaal ik het even. Zeker. Deze moet ik alleen wel even inleiden, denk ik. Er is een meekijker die inderdaad het punt van verantwoordelijkheid aanstipt tussen gemeentes aan de ene kant en werkgevers aan de andere kant. Waar ligt nou precies die verantwoordelijkheid? Wat kun je daarover zeggen? En zijn er oplossingen mogelijk zoals verplicht inburgeren en die uitzendbureaus met die constructies van een half jaar WW aanpakken? Dat zijn suggesties die deze kijker. Oké. Ik herhaal het even kort, zodat ik voor de kijkers thuis goed te verstaan ben. De vraag betreft de verantwoordelijkheid. Dat vroeg ik me trouwens ook af. Verantwoordelijkheid op politiek niveau, op maatschappelijk niveau, de uitzendbureaus. Waar ligt de verantwoordelijkheid en wat kunnen we doen aan de integratie? En op welke manier geven we daar dan invulling aan? Mm-hmm. Ja. Nou, dat is een hartstikke ingewikkelde vraag natuurlijk. Zeker. Waar gemeentes, maar ook Rijksoverheid natuurlijk en ook het provinciebestuur hier in Brabant over nadenkt. En wat de provincie het afgelopen jaar heeft gedaan, is in regioverband, heeft 8 regiotafels geformeerd, waarbij niet alleen bestuurders van de verschillende gemeentes, maar ook marktpartijen, en dan heb ik het over huisvesters, de inleners, maar ook maatschappelijke organisaties, met elkaar samenkomen en in eerste instantie vooral heel veel uitwisselen, verschillende perspectieven uitwisselen. En om vervolgens te kijken op welke vlakken kunnen we samenwerken om dingen op te pakken. Hè? Dus niet zozeer die verantwoordelijkheden heel erg klassiek bij verschillende partijen te leggen, maar kijken hoe kunnen we samen naar dit vraagstuk kijken, arbeidsmigratie, niet alleen maar als economisch, niet alleen maar als huisvesting, maar als integraal vraagstuk. En wie neemt daar welke rollen in? Wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat wel gemeentes en overheden dat publieke belang moeten borgen. Hè? En er voor alle inwoners moet zijn. En ik denk dat gemeentes daar nog wat sterker een visie op arbeidsmigratie zouden moeten ontwikkelen. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen, Tera? Ik heb nog een vraag voor meneer Lucassen. Kunt u iets zeggen over migratie vanuit de voormalige koloniën naar Brabant? Kunt u iets zeggen over de migratie uit de voormalige koloniën naar Brabant specifiek? Ja, heel in het kort, je zou je twee groepen kunnen onderscheiden. Ten eerste de grote groep die na de dekolonisatie van Indonesië deze kant op is gekomen. En die zijn voor
klein gedeelte ook in Brabant terechtgekomen. Het grootste gedeelte is in het noorden terechtgekomen, maar een deel ook in Brabant. En onder andere ook Molukse groep. Dat was de groep die in het Nederlands koloniale leger had gevochten en om allerlei juridische redenen hier terechtgekomen is, de zogenaamde Ambonezen, zoals ze toen werden genoemd, en later de Molukkers. Hadden een hele ingewikkelde positie, omdat ze zeg maar juridisch hier ook afhankelijk tijdelijk zouden blijven. En ook zichzelf beschouwden als deel van het Nederlandse leger. En dus ook vonden dat ze hier niet moesten werken. Ze werden ook in oude kampen, dikwijls ook in voormalige concentratiekampen, gehuisvest. Maar hun vrouwen werkten dan dikwijls in de seizoenarbeid in Brabant. Ze zijn zeg maar heel dikwijls de voorgangers, de verre, verre voorgangers van de Polen geweest. Met de aanstaande onafhankelijkheid van Suriname zijn er heel grote groepen Surinamers naar Nederland gekomen, met name Hindoestanen en Javanen, die dachten dat ze erop achteruit zouden gaan onder een gevreesd Creools bewind in Suriname. En daarvan weet ik in ieder geval ook dat in Eindhoven een aardig grote groep terechtgekomen is, bijna uitsluitend bestaande uit Hindoestanen en Javanen. En dat is wel apart, omdat de Javanen maar een heel klein gedeelte van de Surinaamse bevolking uitmaakten. Die zijn als contractarbeiders van Java naar Sumatra gegaan, dus binnen het Nederlandse koloniale Rijk. Maar daarvan is, en dat heeft natuurlijk ook te maken met kettingmigratie, omdat die groep bij elkaar wilde blijven, is een vrij grote groep in Eindhoven terechtgekomen. Oké, dankjewel. Even kijken of we nog tijd hebben. Ja, dan wil ik vragen of je... Ja, zagen die immigranten uit verschillende groepen elkaar ook als concurrenten? Oh, wat een interessante vraag. Zagen de groepen migranten elkaar als concurrenten? Zeker. Ik heb het straks al gezegd dat er concurrentie, dat de bijvoorbeeld de Drenthe en de Brabanters elkaar als concurrenten zagen. Dat de Drenthe waren echt gewend om als groep, groepsgewijs stukarbeid te werken, hard door te werken, veel geld te maken. En de Brabanters die hadden dat arbeidsverleden, die arbeidstraditie hadden ze helemaal niet. Maar later zie je ook bij die staking die ik noemde in 1973, 1974 van de Spanjaarden bij Philips. Daar is een van de grote grieven dat van de Spanjaarden dat ze veel minder kansen krijgen dan de Belgen en de Nederlanders. En de Belgen daarvan zeggen ze, ja, die krijgen hun reistijd met de bus vanuit de Kempen. Die krijgen ze doorbetaald. En wij moeten ook in de bus zitten vanuit onze woonorde naar Philips. En die krijgen we niet doorbetaald. Dus daar zie je ook allerlei tegenstellingen. En dat heeft er dikwijls mee te maken ook, omdat ze zeg maar als groepen bij elkaar werken. Had natuurlijk zijn voordeel, want dan kon je zeg maar een voorman die dan ook Spaans sprak, of die dan kon tolken, et cetera. Maar dat leidt ook altijd weer tot tegenstellingen. En wat natuurlijk ook een belangrijke tegenstelling kan zijn, ik denk dat alleen dat ook wel kan herkennen, dat is, wat is je perspectief om te werken? Even als jong persoon keihard werken, zoveel mogelijk uren maken, hè? En dan, ja, dan neem je een heleboel voor lief, hè? Want je gaat sparen, je toekomstperspectief is gaat terug met dat gespaarde geld. En dan, of dat je zeg maar een Nederlander bent met een, zou ik zeggen, gezonde arbeidsmoraal. Dus je doet je best, je werkt goed, maar je laat niet alles over je heen gaan. Ja? Dat zijn andere tradities, maar het zijn ook andere perspectieven. Hè? En die dragen ook bij tot tegenstellingen. En soms natuurlijk ook, zoals in het geval van de Midden-Oost-Europese immigranten, dat zeg maar op hele sectoren dat er geen Nederlander meer te vinden is. Hè? Ja, herken je dat, Marleen? Ja, ik haakte vooral even aan op dat voorbeeld van de voerman. Dat zien we ook, vooral omdat taal een probleem is. En we zien dat de voertaal, bijvoorbeeld in distributiecentra, veelal Engels, maar ook soms Pools is bijvoorbeeld. En iemand die dan een Poolse voerman wordt, dan krijg je ook interne concurrentie. Iemand heeft een hogere positie
dan de ander, terwijl je toch als gelijke daar begonnen bent. En dat zorgt ook niet altijd voor positieve groepsdynamiek, kan ik zeggen. Daar hebben we ook veel voorbeelden van gezien. Ja. Ja. Oké. Okay. Tera. Ik heb nog één vraag in de chat. En dat is, wat zou voor de toekomst een sociaal gevolg kunnen zijn van het bijeenbrengen van grotere groepen arbeidsmigranten in woonvormen die verder van de woonkern gelegen zijn? Moet ik deze herhalen? Oké, nog een keer. Als je dus grote groepen arbeidsmigranten bij elkaar zet buiten bewoond gebied, wat zijn daar dan op lange termijn de sociale gevolgen van? Wat zijn de sociale gevolgen als je grote groepen arbeidsmigranten buiten het woongebied vestigt? Ja, in het buitengebied vestigt, denk ik. Dat bedoeld wordt. Nou, dat hebben we juist de afgelopen jaren zien gebeuren. Dat heel veel arbeidsmigranten gehuisvest werden op bijvoorbeeld recreatieparken, recreatiegebieden van een bewoonde kern af. En we weten ook dat er een behoorlijk wat sociale problematiek is, überhaupt in Brabantse, in ieder geval een heel groot deel van de Brabantse recreatieparken. Hè, dat daar mensen terechtkomen die voor langere tijd huisvesting zoeken, spoedzoekers bijvoorbeeld, maar ook mensen met maatschappelijke problemen. En je kunt je voorstellen dat als deze mensen allemaal bij elkaar gehuisvest worden, dat niet een positief effect heeft. Maar het heeft ook geen positief effect natuurlijk om niet in contact te zijn met andere bewoners. En dat is hetzelfde als dat voorbeeld wat ik net gaf over het alternatief voor het recreatiepark is namelijk nu grootschalige huisvesting aan randen van bedrijventerreinen in de buurt van een supermarkt en van andere leefgebieden. Dat vind ik ook geen positieve ontwikkeling, omdat ook daar opnieuw weer die verschillende werelden veel te weinig met elkaar in contact komen. En je versterkt op die manier alleen maar segregatie, wat denk ik voor de lange termijn ontzettend onwenselijk is. Zelfs als mensen uiteindelijk maar voor kort verblijf in Nederland zijn. Participatie is altijd belangrijk. Ook als het tijdelijk is. Zeker. Ja. Leren we iets van de geschiedenis, Jan, als het gaat om de huisvesting en hoe dat voorheen is gegaan? Ik zou natuurlijk als historicus zelf moord moeten plegen als ik zou denken dat we niks van de geschiedenis leren. We leren er soms hele, we trekken soms de foute conclusies, dat ten eerste, maar dat is ook een vorm van leren. En we trekken dikwijls ook goede conclusies, alleen gaat het allemaal heel, heel erg langzaam. En wat ik liet zien, in bepaalde periodes zijn we meer bereid om te leren dan anderen. Hè? We hebben in Nederland echt een periode gehad van, ik zou zeggen, van de jaren 60 tot de jaren 80, 90, waarin we bereid waren heel veel te leren. Nu hebben we een periode waarin we daar veel minder toe bereid zijn. Hè? Waarin we ook glashard zeggen van ja, dat is nu allemaal anders. Of daar kunnen we helemaal niks van leren. Of dat je helemaal niks meer wilt leren. Niet alleen dat het KNMI niet meer te vertrouwen is, maar de wetenschap als zodanig is niet meer te vertrouwen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal zaken, ik ben niet dat ik zo ontzettend pessimistisch ben, maar dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet hebben te houden. Dus er zijn dan, ik zal maar zeggen, een heleboel partijen die er iets aan kunnen doen. Wetenschappers moeten hun boodschap uit willen dragen. Het onderwijs, maar ook de politiek in het algemeen, moeten lef hebben om te zeggen van luister eens hier, wetenschap en wetenschappelijk inzicht is belangrijk. Hè? Het is niet maar een mening, niet iedereen heeft maar een mening en twittert er maar op los. Nee, er zijn gefundeerde meningen en er zijn minder gefundeerde meningen. Dus dat, op die manier ben ik wel optimistisch. Alleen niet in die zin dat ik denk van goh, die historicus schrijft het mooi op en dan hoeft iedereen het te lezen en klaar is Kees. Nee, zo gaat het ook weer. Maar zo is het ook nooit gegaan. Dus we hebben een belangrijke rol, moeten hem niet onderschatten en moeten hem ook niet overschatten. Nou, mooie woorden om mee te eindigen vandaag. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken. Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat we tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Het was ontzettend interessant. Dank jullie wel. En daarmee gaan we afsluiten. Ook aan de kijkers, aan de deelnemers.
Dank. Heel fijn dat we op deze manier een andere invulling hebben kunnen geven aan de erfgoedcolleges. Het volgende college staat gepland op donderdag 29 oktober, weer om 3:00. Je kunt je nu aanmelden via de website. En ik hoop jullie dan weer te zien. Dank jullie wel.